Yo gasten en welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn naam is Dani Visser en vandaag zijn we terug met de Weekend League Rewards natuurlijk. Het is donderdagochtend, 9 uur. De klok is natuurlijk verschoven. We zijn hier met mijn eigen rewards. Ik heb zelf Elite 3 gehaald, dus voor mijn noem is dat best wel matig. Maar daarna hebben we top 100 rewards van Ricardo Tevreden. Ken je hem nou niet? Is een Nederlander. Ik zet zijn link hier even in de beschrijving, dus ga hem zeker als eerst volgen. Vind je deze content nou leuk? Drop even dat duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan. We hebben bijna 20.000 subs, dus dat is hartstikke vet. Maar laten we nu gewoon gaan naar de packs en hopen op een Mbappé. Let's go. Oké jongens, dan zijn we dan als eerste op mijn account. Als het goed is, heb ik rang 3 gehaald. Ja jongens, eerste keer volgens mij in mijn rewards dat ik rang 3 heb. We gaan voor de untradable packs. 250 kp, 235 kp. Ik heb lekker wat rivals gespeeld gisteren. En dat vind ik hartstikke top. En natuurlijk, niet te vergeten, de Weekend League Rewards. Wat krijgen we? 3 player picks, een Team of the Week pack, een 100 kp en 70 kp coins. Niet het beste, maar volgende week jongens, ik beloof het, ga ik minimaal Elite 1 halen. Ik moet het, ik moet van mezelf, ik eis het. En ik heb R9 gekocht. Dat gaan jullie in de video zien, nog niet vandaag, maar deze week. En hij is gruwelijk. Maar laten we gewoon de packs openen, de player picks. We zijn bij de eerste aangekomen. En we hopen op Mbappé natuurlijk. We beginnen met een niet zo goede. We beginnen met Pulisic. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Hij heeft wel 4-star, 4-star. Hij heeft gewoon matige shooting. Dus kan je eigenlijk niks mee. We hopen nu op een Mbappé nog een keer. Het is 84, het loopt op. We hebben nog één kans op Mbappé. Ik zie het niet gebeuren. Maar de kans is er altijd. En we hopen dat hij hierin zit. Kom op. Ja! Ja! Let's go, man. Heerlijk. Wat ziek. Yes, man. En Mbappé. Ja. Yes. Jongens, ik heb FIFA uitgespeeld. Bij Packluck dit jaar is te zien. En Mbappé. Zeg me niet. 5-star skill moves, 4-star weak food. Holy shit, jongens. De beste Team of the Week speler die er tot nu toe is geweest. En ik krijg weer mijn rode player picks. Ik zweer het je, ik heb nog nooit een rode player pick gehad. Maar dit is zo gruwelijk. Ik zweer, ik heb in mijn hele lichaam weer adrenaline nu. Oh, dit is zo vet, jongen. Lekker. Plus, ik heb nu 1 miljoen coins erbij, want ik kan mijn normale Mbappé verkopen. Kortom, dit is gruwelijk. We gaan door naar de packs. Let's go. Oké, jongens, zijn we dan bij de packs. Ik ben nog steeds hartstikke blij. We beginnen met de 35 kp. We hebben 2 35 kp, 2 50 kp, een 100 kp en een Ultimate Team of the Week pack. We beginnen met de 35 kp, want die zijn nou eenmaal het slechtste. We hopen op iets goeds. Het zijn borden. De eerste zijn borden. Het is een Scream-speler. Kom op, Duits. Wie kan dit zijn? Ik heb geen idee wie er in Scream zit. Toni Kroos! What the fuck, gast? 90 rated Scream speler. Mijn Packluck. Wat? Wow. Hij is wel untradable, denk ik nu over na. Maar alsnog. Wat is er gebeurd? Mijn Packluck. Toni Kroos. Oké. Okay. Ja, hij is niet de beste. Maar hij is zeker leuk om in je club te hebben. 90 rated ook nog. Ga door naar de tweede 35k pack. Eigenlijk kan deze pack, deze hele video, kan al niet slechter worden. Eerlijk is eerlijk, de tweede zijn ook borden. Volgens mij zijn het geen walkout, het is wel een Nederlander. Gini Wijnaldum, ik heb hem ook al in het rood, dus ik heb daar niks aan. Maar zoals ik al net al zei, deze pack opening kan niet meer minder worden. We hebben 250 kp, een 100 kp en een ultimate, of niet een ultimate, een premium team of the week pack. Laten we doorgaan naar de 50 kp. Kom op. Zijn weer borden. Geen walkout. Dat is jammer, maar dat maakt niet uit. Het is Gimenez, denk ik. We skippen hem lekker. Ja, Gimenez. 85 rated. Is weer prima voor SBC's natuurlijk. We hebben nog 1 50k pack te gaan. Die openen we meteen. Hopelijk. Zit er wat in. Zijn borden. Natuurlijk zijn het borden. Het is geen walkout. Oké, jongens. Dan moet dit in de 100k pack gebeuren. Het is een Portugese centerback. Het is Pepe. Pepe. Hoe je het maar wil uitspreken. 84 rated. Ja. Kan ik niet zoveel mee. Maar dat maakt niet uit. Gooi ze weer weg. Jongens, dan hebben we nog 2 packjes te gaan. Een 100k pack en een premium team van de week pakket. We beginnen natuurlijk
met 100k pack. Misschien zit er wat leuks in. Deze is wel tradable, dus hopelijk zit er wat leuks in. Het is geen walkout, helaas jongens. Helaas, helaas. Het is een Frans man, een center mid. Het is Tolisso. Jammer dan dat mijn 100k pack het slechtste is, maar dat maakt niet uit. Ik heb Mbappé. Ik heb niks te klagen. Dit gooi ik allemaal weg, denk ik. Ja, oké. Oké, jongens, nog één packie te gaan. En dat is een premium team van de week pakket. Laten we hem lekker gaan openen. Hopelijk is de walkout. Dan is het denk ik Fabinho of Mbappé. Het is een walkout. Het is... Wie is dit? Vela. Oké, ik wist niet dat hij een team of the week had. Oké. 85 rated Vela. Niet slecht. Zeker niet slecht. De rest is wat minder. Maakt op zich niet uit. Ja, laten we even doorgaan naar mijn team. Want ik wil natuurlijk even mijn team laten zien met Mbappé. Oké, jongens, zoals je kan zien is dit mijn team op dit moment. Het is een fucking gruwelijk team. Ik was aan het sparen voor een betere CVM voor Genie. Die kan ik nu zeker kopen. Want ik kan natuurlijk mijn normale Mbappé verkopen. En dan komt er rode 90 rated voor terug in de plaats. Ik moet wel even kijken hoe ik dat ga doen. Want het is een beetje lastig met links, mid en... nou ja, je snapt me. Dus daar moet ik even goed naar kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar daar vind ik wel wat voor. Dat zien jullie later wel terug. Misschien de stream van morgen of vanmiddag. Want ik ga vanmiddag slash vanavond ook nog streamen. Maar jongens, we gaan door naar de top 100 rewards van Ricardo. Mijn rewards konden niet beter. Ik ben er erg tevreden mee natuurlijk. En we gaan door naar zijn account. Let's go. Oké, jongens, zijn we op zijn account aangekomen. Ik weet niet wat voor Division Rivals beloning die heeft. Ik zie het nu wel, rang 3. Ik ga hem even vragen wat hij wilt. Ik zou het even snel vragen. Oké, jongens, hij wil untradable packs. Dus dat zijn deze. Hetzelfde als ik. 250k packs, 235k packs. Zoals je hier kunt zien, twee zeldzame spelerspakketten en twee megapakketjes. En dan Weekend League Rewards. Ik meen dat hij top 100 heeft gehaald. 99ste van de wereld, jongens. Het kan ook niet anders. Het nummer van Ronaldo Lima. Oké, jongens. Heel ziek. Top 100 rewards. Wat krijgen we? 4 player picks. 11 team of the week pack. 200k packs. En 125k coins. Ik ga straks even zijn team laten zien waarmee hij top 100 heeft gehaald. Maar we gaan eerst door naar de player picks. Als we hierop Mbappé kunnen krijgen, dan stop ik, man. Dan is het spel uitgespeeld. Laten we het hopen. We beginnen met... Bellarabi. Geen slechte speler, geen slechte speler. Maar het is niet goed. Het is geen Mbappé. We gaan door naar de tweede player pick. En dat is Pulisic, denk ik. Laten we doorgaan naar de derde. We gaan er rap doorheen. Hopen op iets goeds. Loopt weer op. Misschien zit in de laatste Mbappé, hopelijk. We kiezen hier voor Ilicic natuurlijk, hoogste rated. En dan hebben we nog één kans op Mbappé weer. Gaat hij erin zitten? Kom op. Kom op, Mbappé. Ah, ja, dan moeten we toch voor onze jonge Stanks gaan. Helaas geen Mbappé op dit account. Vind ik jammer voor hem. Eerlijk is eerlijk. Hij heeft wel top 100 gehaald. Dus dat is een hele prestatie op zich. Dit gooi ik naar de club. We gaan door naar de packs. Oké, jongens, aangekomen bij de packs. 250k packs, 200k packs en 235k packs. Laten we gewoon beginnen met de 35k packs. Ik kreeg in het kroos uit. Was best goed, moet ik zeggen. Hopelijk heeft hij ook wat goeds. Het zijn borden. Het is geen walkout. Hopelijk zit er alsnog wat goeds in. Het is een Spaanse cam. Het is Sarabia. Oké, Pablo Sarabia. Matig pack. We gooien alles naar de club. En dan hebben we nog een 35k pack. Die gaan we gelijk openen. Hopelijk zit er wat goeds in. Het zou toch wel vet zijn als er wat goeds in zit. Het zijn geen borden, dus ik ga deze kippen. Geen zin in om naar een normale speler te kijken. Dit is Diaz, heel erg slecht zelfs. Gooien we allemaal naar de club, dit discarden we. En dan hebben we nog goede packs over. 5 hele goede packs. Oké, let's go. 50k packie. Zit er wat goeds in. Het zijn geen eens borden, jongens. Volgens mij heb ik echt alleen geluk op mijn eigen account. Het maakt niet uit wat ik haal. Ik heb gewoon geluk. Een mooie blauwe speler aan het eind. Maakt niet uit.
nog een 50k pack te gaan. Openen we hem meteen erachteraan, natuurlijk. Dit zijn wel borden, natuurlijk, kom op. Het is geen walkout, dat is erg zonde. Het is een Zwitser, het is Akanji. Akanji, centerback van Dortmund, goede stats, maar heb je niks aan, untradable. Eerlijk is eerlijk. Ja. Oké, jongens, 200k packs over. Ultimate Team of the Week pack over. Zo simpel is het. We beginnen met de 100k packs. Moet toch wat in zitten in deze 3 packs, moet je zeggen. Oh, dit is een hele rare kleur. Of niet? Nee, het is gewoon een normale kleur. Geen walkout. Oh. Carvalho. Oh, jongens, dit is heel slecht. Militao blauw. 14k of zo. Rashford, die had ik nog niet gezien. Rashford is wel 50k waard, dus dat is prima op zich. Ik stuur dit even naar de club. Jongens, dat was de eerste 100k pack. Toch nog 80k uit weten te halen. Geen slechte 100k pack. Zijn we niet blij genoeg mee. Laatste 100k pack, kom op. Hier moet wat in zitten, jongens. Hier moet wat in zitten. Het zijn borden. Walkout, please. Geen walkout, kom op, jongen. Ik heb nog 0 walkouts gezien op dit account. Het is Hakim Ziyech. Waarschijnlijk, het is Ziyech, inderdaad. 85 rated. Oké. Daar zijn we niet heel blij mee. Oké, jongens, nog 1 pack te gaan. En dit is de big boy. Hier moet hij in zitten. Hier moet Mbappé in zitten. Ja, dit is gewoon gruwelijk. Voordat ik deze pack open, drop even dat duimpje omhoog. Natuurlijk, voor mijn Mbappé, drop even dat abonneerknopje, zoals ik al in het begin zei. Ik heb bijna 20k subs. Heel erg dankbaar daarvoor. Dan gaan we deze openen. Ik heb er zin in, jongens. Kom op. Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé. Oh, het is een Kulu. Oh, wat slecht, zeg. Oh, wat slecht, jongens. Ik vind het zo zielig voor hem. Hij heeft top 100 gehaald en hij krijgt echt klote rewards. Sorry voor het geluid op de achtergrond trouwens, maar ik kan er echt niks aan doen. Piep, 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 piep. Besef dat ik alles beter heb in Elite 3 rewards dan hij in top 100 rewards. Ik vind het echt hartstikke zielig voor hem. Ja, ik stoor wel alles naar de club. Ik wil even zijn team nog laten zien. Waarmee hij top 100 heeft gehaald. Dus laten we daar naartoe gaan. Oké, jongens, met dit team heeft hij top 100 gehaald. Hij heeft best een steady team. Hij heeft Neymar, Mbappé, Mane, 86 Vieira. Hij heeft Dele Alli. Hij heeft Son. Het is niet het beste team. Ik vind het best knap dat hij hier top 100 mee heeft gehaald. Als ik heel eerlijk ben. Oké, best knap dat hij hier top 100 mee heeft gehaald. Ja, meer kan ik er niet van maken, jongens. Sorry Ricardo als je dit kijkt. Echt sorry voor je rewards, ze waren erg matig. Hopelijk ben je volgende keer terug met Elite 1 of top 100 rewards. Dan krijgen we dan iets heel goeds, als ik ze dan natuurlijk mag openen. Ja, de jongens, dit waren de packs. Oké, jongens, dit was de video alweer voor vandaag. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik heb Mbappé rood gepakt op mijn eigen account. Dus ik ben echt zo blij. Ik kan natuurlijk mijn normale verkopen. Drop even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Zet je notificaties aan. Morgen komt er weer een zieke video online met Elite 1 en 30-0 rewards. Dus mis die zeker niet. En jongens, dan wil ik jullie nogmaals hartstikke bedanken. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.